Mijn naam is Erik Siens en ik ben voorzitter van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De commissie houdt zich bezig met allerhande zaken die te maken hebben met wonen, die te maken hebben met binnenlands bestuur en met digitalisering van de overheid. Dat betekent als het gaat om wonen, dat de burger direct merkt dat hij te maken krijgt met minder regels. Dat hij, als het gaat om digitalisering, rechtstreeks contact kan krijgen met de overheid. Als het gaat om binnenlands bestuur, dat hij alle zaken die geregeld worden bij de gemeentes, bij de provincie, maar ook bij de Rijksoverheid, makkelijk en overzichtelijk voor zich kan krijgen. Onder de noemer wonen is het natuurlijk zo dat als iemand een huis wil gaan bouwen, daar een kapelletje op wil gaan zetten, vergunningen aanvraagt, destijds te maken kreeg met tal van vergunningen. Door de omgevingswet hebben we al die zaken bij elkaar gebracht in één wet, zodat het makkelijker is voor de burger om dergelijke vergunningen te verkrijgen. En waarbij dus de lokale overheden, de provincie en dergelijke, allemaal taken op zich hebben gekregen. En daar spreken wij dus met elkaar over. Wij zorgen ook dat de verkiezingen goed verlopen, dat er regels voor zijn. En daar houdt de commissie zich mee bezig. In de commissie hebben wij natuurlijk debatten met de minister. Dat betekent dat we daarin wetgeving behandelen, dat we daar moties kunnen indienen. Kortom, als die wet dan eenmaal aangenomen is in de Tweede Kamer, kan die door de Eerste Kamer en dan kan die uitgezet worden bij de provincies en de gemeentes. Die commissie is gewoon belangrijk omdat in het binnenlands bestuur, maar ook als het gaat om wonen en om de digitalisering van de overheid, er zoveel zaken plaatsvinden, dat als dat allemaal in die Kamer zelf behandeld zou moeten gaan worden, ja, dat zou een oneindige hoeveelheid tijd kosten. En nu wordt het behandeld binnen de commissie en daardoor heb je zaken panklaar in orde.